Menig patiënt, waaronder ik zelf, is zijn of haar baan kwijtgeraakt door de Q-koorts. Nu ben ik hierdoor niet alleen in een nare financiële situatie terechtgekomen, ik ben er ook dieper door in de put geraakt. Bij het AMFI, een academische werkplaats waar ook onderzoekers van het Radboud UMC onderdeel van uitmaken, doet Daphne Reukers onderzoek naar de impact van QVS en chronische Q-koorts op arbeid en het psychosociaal functioneren van patiënten. Als QVS-patiënt loop ik in het dagelijks leven tegen behoorlijk wat dingen aan. En nou begrijp ik dat u daar onderzoek naar doet. Ja, dat klopt. We hebben inderdaad al heel veel kennis uit individuele patiëntenverhalen. Daar is ook bekend dat heel veel patiënten op de lange termijn ook nog met heel veel problemen rondlopen. Alleen is het nog nooit wetenschappelijk goed in kaart gebracht. En ons doel is dan ook om een beter en ook nauwkeuriger inzicht te krijgen in wat nou precies de gevolgen zijn voor deze patiënten en ook in welke mate deze gevolgen voorkomen. En hoe gaat u dat in kaart brengen? De Q-kortesemonie is geweest van 2007 tot 2011. Dus voor de meeste patiënten is het nu inderdaad 5 tot 9 jaar geleden dat zij de acute Q-korts hebben gehad. En wij zijn inderdaad benieuwd naar, wat zijn nou op de lange termijn nog gevolgen waar zij mee lopen. En dan gaan we ons specifiek focussen op patiënten met chronische Q-korts of patiënten met het Q-korts vermoeidheidssyndroom. Daarbij willen we dan met een vragenlijst inzicht gaan krijgen in het algemeen welbevinden, maar ook in hun werkleven. Een voorbeeld is dat we bijvoorbeeld willen vragen van hoe voelen ze zich op dit moment? Hoe is bijvoorbeeld de relatie met de partner? Maar ook hoe ver hebben zij de ziekte kunnen accepteren? En ook hoe staat het dus met hun werkleven? Dus heeft iemand nog werk? Is iemand minder moeten gaan werken? Maar ook bijvoorbeeld wat is de relatie met collega's en leidinggevenden? Daphne, het was de bedoeling dat er uit het onderzoek aanknopingspunten naar voren zouden komen voor artsen en behandelaars. Is dat gelukt? Ja, zeker. In het eerste deel hebben we gekeken naar werk. En daarin zagen we eigenlijk dat chronische Q-kortspatiënten, een groot gedeelte daarvan was al met pensioen. Dus in dit onderzoek hebben we ons vooral gericht op de QVS-patiënten. En in het onderzoek zagen we eigenlijk dat QVS-patiënten na de acute Q-kortsinfectie steeds minder betaald werk hebben. 4 jaar na de acute Q-korts heeft ongeveer 50% is dan geheel of zelfs gedeeltelijk arbeidsongeschikt. Terwijl in personen zonder Q-korts was dit ongeveer 8%. We zien dat bij patiënten die nog wel betaald werk hebben, dat ze steeds minder uren per week gaan werken over de tijd. En dat patiënten ook aangeven dat ze ervaren dat ze minder goed in staat zijn om het werk uit te voeren. En daarnaast ook meer hersteltijd nodig hebben na een dag werken dan personen die geen Q-korts hebben gehad. Nou, dat zijn heftige thema's. Ja, zeker. En daarnaast zien we eigenlijk dat zowel bij QVS-patiënten als bij chronische Q-kortspatiënten dat vermoeidheid daar een hele grote rol in speelt. En naast het werk hebben we ook gekeken naar het psychosociaal functioneren. Dit hebben we gemeten in QVS-patiënten, maar ook in chronische Q-kortspatiënten. En we zien eigenlijk in beide groepen een hoge impact naar voren komen op 5 tot 9 jaar na de acute Q-korts. We zien dat zij een lage kwaliteit van leven ervaren. Ze ervaren meer gevoelens van angst en een lagere sociale participatie in vergelijking met mensen zonder Q-korts en zelfs in vergelijking met personen met diabetes type 2. En er is nog een aspect wat jullie hebben onderzocht, hè? Ja, dat klopt. We hebben ook gekeken naar concentratie en geheugenniveau. We zagen dat QVS-patiënten heel veel klachten ervaren met het concentratie- en geheugenniveau. En we wilden dit heel graag met nauwkeurige testen gaan meten om te weten of er ook echt een klinische diagnose aan de grondslag ligt. We hebben dit vergeleken met mensen zonder Q-koorts. En daarin zagen we eigenlijk dat de resultaten met QVS-patiënten en mensen zonder Q-koorts niet verschillend waren. Wat niet betekent dat de klachten er niet zijn, maar dat het niet zo erg is dat er echt een diagnose aangehangen kan worden. Bij chronische Q-kortspatiënten was opvallend dat ongeveer 1/3 van de resultaten niet helemaal betrouwbaar was. Wat we heel erg opvallend vonden, maar we zouden daar graag nog verder onderzoek naar willen doen. Dus hiermee hoeven wij patiënten, artsen niet meer te overtuigen dat wij echt iets mankeren.
Nou, ik denk dat onze onderzoeken heel mooi hebben aangetoond dat er heel veel impact, dat de patiënten met QVS en chronische Q-koorts een hele hoge impact ervaren op de lange termijn. En dit is kennis waar patiënten veel mee kunnen, maar daarnaast ook hulpverleners zoals huisartsen, internisten en bedrijfsartsen. En ik denk dat het goed is dat zij ook inzicht hebben en wat het nog dagelijks voor patiënten betekent. Dus dat is...